Het zal toch weer die zeepwiet zijn! Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer, Zelda Breed 20 en hallo beste mensen van de Tower Gaming! Hallo! Welkom bij de tweede sessie van de nieuwe DLC van de Mario Kart 8. Yes, dat ben ik! Ik ben hier weer op de laatste plaats, zoals gewoonlijk. En... Nou hoor je ook! Nee, dat vind ik dan net iets... Die vind ik kwalitatief, vind ik dat geen netter uitlating. Nou, dan druk ik toch even op de B-knop. Zo. Even allemaal automatisch even op de B-knop drukken. Dankjewel. Alsjeblieft, Draaimeister. Het zal toch een zeep niet zijn. Dat is meneer Zeep voor jou, jongeman. En bovendien zijn we allemaal in groot gevaar. Geraakt worden of dodgen? Ik dodge wel. Jongens, niet meer. Zou dit de eerste keer zijn? Nee. Handdoek, ik kon je raken, maar ik heb het maar niet gedaan. Ik ben het doei! Ik wens het echt. Niet zo! Hij bent een zonder! Ik hou niet van bloopers op een stage die ik niet ken. Erwin, wacht. Mag één even, Erwin. Als je die toeter niet had gebruikt op mij, had je geen blue shell op je gehad. En had je die toeter nog. Ik niet, maar... Jawel, want ik heb het misschien wel ingehaald dan. Dat is geen fijne scooter voor mij. Nee, wie is dat? Is dat Marco? Hi. Ja, ik zie een kapje voor zijn mond, dus het is Marco. Ik zie een zak om in ons hoofd, dus het is Marco. Jullie kennen al die shortcuts al! Ja, ik heb maar één shortcut. Ik gebruik geen één shortcut, dus Nee, ik zie hier iedereen, zeg maar, Erwin zag ik een shortcut gebruiken. Erwin is iedereen. Nou, die shortcut is niet zo handig, ik knoop meteen tegen de muur aan. Nou, ja, niet als je het goed doet. Zoals ik. Ja. Fucking blooper. Oh, banana! Dubbel banana! Ik hou er niet van als ik op een map rij waar ik blooper krijg, ja, waar ik helemaal niet zo goed weet hoe waar ik heen moet. Dat is... Nee, niet nu. Blue shell! Ah, dit op tijd! Nee, Issy! Issy? Ja, Issa, bel... Lala. Oh. 3 dus! 5 dus. Fiets. Fiets? Ik moet zeggen dat 3 dus niet slecht is. Toch? Nee, dat is joh. Ja! Oh, die deze dood. Race wordt mede mogelijk gemaakt door die dood! En die dan? Nee, daar staat Lakitu voor. Die boeit niet. Oh. Kung Fu Lakitu! Oh, ik wil een Luigi speelpot. Oh, deze ziet er leuk uit, kleurrijk. Het lijkt wel op een Pikmin stage van Pikmin 2. Oh, kijk, Luigi. Kijk die guys. Ah! Wow. Grappig. Mega Koopa! Wauw. Ik zie een shortcut. Oh, dit is ook een hele leuke map, hè? Ja, hij ziet er echt inderdaad heel erg kleurrijk uit. Oh, hij had lekker boost hier zo. Shortcut. Oh, nee. Yes, I did it. Welke shortcut heb jij dan weer gedaan, man? Deze. Ja, dat is niet veel hoor. Dit is nou echt de eerste keer dat ik deze map speel. Ik moet zeggen, die andere had ik wel gespeeld al. Maar dit is echt de eerste keer dat ik deze nu... Ik speel alles gewoon keihard blind, jongens. Echt. Ik ook. Ja, het is wel leuk, maar ik... ja, weer. Nou, ik heb het origineel gespeeld. Deze? Ja. Ja, maar dat kan je niet vergelijken met dit. Wat is dat dan? Waarop was het? Op de GBA. GBA, ja. Oh ja, dat ziet er natuurlijk niet meer uit. Nee, dat was echt... De map was gewoon plat. Ja. Dat was plat. Maar dan kon je echt vals spelen toen, in die tijd. Ja, dat kan nog steeds. En dat gaan wij niet aanraden aan de kijkers. Nee. Vals spelen is alleen maar voor noobs. Ik vind wel... Ik ben noob! Ik heb zo'n Skywars-serie heb ik gedaan. Kijk hoe noob ik ben! Kijk gewoon hoe ver achter ik sta! Hou nou eens even je klep, ja! Ik heb een Skywars gedaan met een hele goede best handdoek. En daar kwamen we ook namelijk mensen tegen die vals speelden. Dus...
Ja, dat was Knockback Protection. Maar goed, goed, dat is een andere serie. Ja, nou en? Vertel. Ja, hallo, dat is Skywars. Dat is iets heel anders dan Mario. Kan dat niet meer? Nou, ik weet het soms niet meer wat onder en boven hier is, dus ik weet het niet meer. Mag even een stoel? Nee. Ah, ik zie niks! De zon is weer terug! Wie is terug? De zon! Mijn grootste vijand! Yay! Wow. Ik krijg gewoon twee bullet bills achter elkaar. Ah, hij begint. Dat ik zo ver achter sta. Wow! Ik vind het echt een vet map! Yes. Of dit is mijn lievelingsmap van de nieuwe DLC. Ik weet het niet meer, zoveel keuzes. Wow, maar dat is echt ongelooflijk dit! Ik kan niet geloven dat ik tweede ben! Nee, zo! Het gaat wel belast, dan. Volgens mij ben ik de laatste. Ik kwam mij gekregen omdat ik zo'n herrie maak. Ja, nee, daar ben ik. Er zijn treintjes! Oh ja, jongens, ik ben helemaal iets vergeten te mentionen. Oh, mention het maar! Ik heb een nieuwe thumbnails voor Mario Kart. Yay! En die zijn gemaakt. Die zijn gemaakt door iemand die zal ook in de beschrijving staan. Woppa Games. Ja, Woppa. Dank Woppa Games voor het maken van die Woppa Games thumbnails. Woppa Games? Ja, Woppa Games. Cynthia. Ah, dat is een. Ah, en ik knal er natuurlijk gelijk tegenaan! Ah, ik knal op! Ik knal op! Ah! Leroy, waarom doe je me dat aan? Dat kan. Weet je wat ook kan? Geef me iets goed. Juist. Oh jee, waar ben ik heen, jongens, hiervoor? Wow! Ik vind deze cool! Ja. Ben ik nou niet cool? Oh, nee. The train is late! Dat klinkt als muziek in mijn oren. Gooi me. Leuk. Die poortjes gaan ook echt zo open. Oh, ik heb een kaartje betaald. Die poorten gaan niet open bij mij. Objection! Oh. Ja, in Rusland kan je dan voor een amiibo gebruiken. Ja, awesome. Gewoon met jouw amiibo te vrijen. Yo, ben er ook. Jammer! Hier in Rusland, die stil is. Wat zou er eigenlijk gebeuren als je met de trein tegen zo'n metro aan botst? Boom. Met een trein tegen een metro aan botsen? Ja, inderdaad. Ja. Bedoel je niet met een ster tegenaan? Hey, Nederlands is mijn goedste vak, ja, dus hou je mond. Ja. Hoes? Vaas. Ah, serieus? Ja, jij gebruikt het. Ah, ja. Sorry jongens, ik weet dat het een beetje saai is nu, maar ja, er gebeurt gewoon niks en iedereen laat maar met rust. Ah, kom hier jij. Nou, dan moet je gewoon in de link, de beschrijving. Dan moet je kijken, dan zie je wat er achterin gebeurt. Ja, dat is een goed idee, jongens. Stiekem mezelf promotie. Allemaal voor jezelf te maken? Ik ontken alles. Advocaat, schrijf op. Ja. Kijk, ontkent. Kijk, dat is op een B, dat is ook blauw. Nou, nee, maar serieus. Zelfde player heeft... Nee! Dat gaat altijd... Dezelfde player heeft een... Nee! Zelfde player heeft ook een alfabet. Ja, iedereen weet het toch al. Ja, nee, ik haal het. Yes! Jullie dekken me niet in op! No! Yes! Derde! Die zijn slecht vieren. Nee, niet. Niet weer die nee. Nee. Nee, snap je? Nee. Nee, leuk. Laatste race, ik ben officieel een zeikerd. Ja, en ik heb hier problemen mee. Ik object. Nee. Dat mag alleen Leroy. Ja, ik object. Ja, boost me. Lekker. Objection! Hold it! Oh ja, dankjewel. Ja, hey, jij raakte mij ook mee iets. Iemand raakte mij mee. Handdoek! Heb ik je geraakt of zo? Met een banaan! Leuk. Oh! Tuurlijk! Die map is raar! Snap er niks meer van. Ik ook niet. Oh, Ik wel. Ja, laten we vooral over het rode heen gaan. Zo ver was ik wel, Leroy. Dit water is mooi hier zo.
Ja, daar zijn wij nog niet! Nee, wacht even! Wat nou niet? Oh, wacht, ja, hier. Hé, kijk, dit water is mooi! Wow. Ja, het water is mooi, oh, het water is duizelig, Erwin! Ga remmen, ik heb een grote. Waterglijbaan, yeah! Allemaal in de waterglijbaan, allemaal in de waterglijbaan, allemaal in de waterglijbaan. Waarom, Leroy? Wat heb je tegen mij? Even een likeje voor die wildwaterbaan! Ik ben een ster! Mag je winst doen? Leroy, bij de laatste traject, goed luisteren! Moet je herkennen! Oh ja, die ken ik! Ready for the final lap! Yeah, wat is dit voor rot? Ik heb een lekker bloppetje voor jullie. Bloppen! Dat heb je echt veel zin in het water! Of in het, met al deze snelheid. Je snapt. Let op die woorden, go! Nee! Au! Objection! Oh, hier is geen shortcut of zo? Oh ja, nog een keer. Geen niet, hè? Objection! Plus help! De Lord! Yes! Yes! Jammer, joh! Jammer! Yes! Ik heb een man in de I am happy! Waarom vallen ze sterretjes op mijn hoofd? Beste kijkers! Oh nee, wacht even, jij deed de outro. Sorry. Oh, moet ik ook al de outro doen? Beste... Ik weet niet meer welke outro ik moet doen. Ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je naar de tijd gaat. In de link staat natuurlijk de beschrijving. Ligt eraan welke... in de link staat de beschrijving, om mij nou. In de beschrijving staat de link, ligt eraan welke video dat je aan het kijken bent. In de beschrijving staat dan de link naar mijn video of naar Handelijks video. Nogmaals, ligt eraan welke video dat je aan het kijken bent. Vergeet niet de like achter te laten als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij een communicatiefout is opgetreden. Bedankt voor het kijken en tot morgen, want we gaan nog een speciale Mario Kart aflevering doen. Dus tot dan. Die komt op jouw kanaal. Niet op de jouwe? Nee. Oh, die komt alleen op mijn kanaal. Doei! Handelijks een idee, ik wist van niks. Shame on you.